Helemaal goed. Welkom bij 40 jaar de Klomp. Vandaag is het 10 maart 2013 en 40 jaar geleden in 1973 kwam er een stel ondernemende gasten bij elkaar om in Overzanden eens te kijken of er wat voor de jeugd gedaan kon worden. Nou, hoe dat ging en wat er allemaal bij kwam kijken, daarover gaat deze aflevering. We gaan namelijk terug naar het eerste decennium van Soos de Klomp in Overzanden. En dat is van 1973 tot 1983. En precies in dat jaar, 1983, was het derde de Klompopfestival. En daar speelde onder andere Surrender. En Surrender speelt ook dit uur weer live in dit programma. Dus hartstikke leuk dat we dat hier hebben. Jullie gasten allemaal aan tafel. Ik ga eventjes naar mijn vaste steun en toeverlaat. Want ik weet natuurlijk ook te weinig van de Klompen. Zeker vanaf het begin. Dus ik wil eigenlijk even een applausje voor Wim Westerwelen. Wim. Ja, Ben. Goedendag, wat leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Vond je het te zwaar om hier uitgenodigd te worden? Nee, helemaal niet. Ik vond het geweldig. Ja? Ik kreeg een mail van Ko van Katzand en dacht, yes, leuk. En wat een werk voor die mannen. Want vertel eens even, vanaf wanneer ben je bij de Klomp gekomen en hoe ging dat? Nou, eigenlijk vanaf 1973, Bert. En Overzand is een katholiek dorp, hè, dat weet jij. Hè? En we hadden een keurig koor. Ik zong niet in het koor, ik kon niet zingen. Staat hier die foto? Ja, dus die man met die oranje stropdas aan. Ben je dat? Ja, nee. Iets veranderd, Bert, ik zie het. Zal ik zo vertellen hoe dat komt? Ja, dan komen we dan. Ja. Hou vast deze plaat, jongens. Hou vast. Maar het koor was heel leuk. Ik mocht niet zingen, ik kon niet zingen. Dat is een soort handicap. Iedereen heeft een handicap, denk ik, hier ook wel. Hè? Ja. Ja. Dus ik mocht die belletjes altijd doen. En na afloop gingen we wat drinken, vaak. Pontenagel leeft niet meer, ik kan dat makkelijk vertellen. Ging dat was vaak de pastoor, hè? Dus de pastoor gingen we vaak een wijntje drinken. En op een gegeven moment was het, ja, we willen toch wel een ruimte voor onszelf. En, toen zijn, en die zijn hier allemaal niet. Joke Rentmeester, Kees Westerwelen, Leo de Jonge, Ad Remijn. Lisbeth Remijn. Die zijn ooit begonnen in gesprek met Pontenagel. We willen graag een ruimte. En toen zijn ze begonnen in het bekende gebouw, René, voor jou, boven... Zeg maar de gemeentesecretarie. Waar stond dat in Overzanden dan? Dat was in de Hoofdstraat, hè, waar jouw vader midden in ook heeft het dorp, het oude gemeentehuis. Ja. En daarboven stond een ruimte, dat was een oude woning. Dat stond leeg. En daar is de Soos begonnen in 1973. Dan maken we even het rondje klaar. Want eigenlijk wil ik eerst even bij deze dame hier. Wie is dit? Wie zit er hier nou? Dat is Kobi Traas. En ik ken Kobi vooral van de volleybal. En later vanuit het bestuur ook, maar vooral van de volleybal. Kobi was lang, was gemotiveerd en was toch wel een beetje sterspeler van de Klomp. En ik heb vaak Bert waanzinnig om het donder gekregen. Ik ben coach geworden. Ik was de kleinste van het stel. Bij een time-out moest ik zo kijken naar al die meiden op twee na. En zo heb ik Kobi heel goed leren kennen. Ik ga niet in details treden. Wil je nou iets over? Nou, ik neem dat vraagt om een weer. Nou ja, dat was dus de coach van inderdaad het volleybalteam. Ik kom zelf van Serenhoek. 44-53, ja. AE. Wat is? Nou wil ik even naar Kobi vragen. Waar komt dat vandaan? 44-53, wat is dat? Next, postcode. Leg hier te zitten. Wat is dat nou tussen Serenhoek en Overzanden? Nou, zeg maar eerlijk. Ik moet het toch even weten vandaag. Nee, dat is volgens mij niet overtrokken. Ik heb andere reacties gekregen onlangs. Maar dat was toen nog niet, hoor. Dat was toen nog niet. Nee, dat is van na die tijd. Dat is vanuit jullie tijd. Jullie omhelsden de Serenhoekenaren. Nou, er was in die tijd ook wel een beetje Soos op Serenhoek. Maar dat was niet Juf van Het en de Jeugdhoeven. Nou, dat weet André Verhoeven nog wel, denk ik, die zo aan tafel komt. Die hangt er straks over. En er was een Soos op Henke Zand. En daar gingen we ook wel naartoe. Maar dat was toch, in die tijd, er kwamen nogal wat ouder. Althans, ik was toen ook zelf 13, 14. En er werd redelijk wat gebloot. Dus het was ook niet de place to be. Oh. En zo kwamen we uiteindelijk op Overzanden. Want disco's of zo, de enige die er toen in die tijd ontstond was Kikiris. En uitgaan in Goes deden we nog niet veel. Dus zo kwamen we uiteindelijk op de Soos hier in Overzanden terecht. Ja, Met een heleboel andere jongeren uit de regio die het ook een leuke plaats vonden om te zijn. Ja, want hier aan tafel zit ook Jan Remijn. We hebben in andere talkshows zit er nog een broer van je. Ja. Wat
herinner je van die begintijd, van 73? Het allereerste begin bij de opening aan de Hoofdstraat in het oude gemeentehuis, daar was ik bij. En ja, dat was ook al vrij snel. De naam De Klomp was toen al in beeld. Ja, ja. En ja, wat ik me herinner, dat was eigenlijk een soos, net als alle andere soos in die dorpen. Dat was ontmoeten, liggen op kussens, soos dingen doen. Maar dan kan je toch niet verzonnen met elkaar praten als je op een kussen Maar je hoeft ligt. Ook niet altijd te praten. Ja. Maar die soos, dat was vooral ontmoeten. En wat in het begin zeker het, de situatie was, ja. Dat is dat al die sozen, er gebeurde in de, al die dorpen allerlei activiteiten waar de bevolking niet op zat te wachten. Dus, ik was steeds nieuwsgieriger. Het imago van de sozen in de dorpen, dat was niet goed in die tijd. En dat heeft ons in het begin ook aan denken gezet om te zorgen dat we ook de verbinding met die gemeenschap moesten gaan maken. Want dat klopt wel. Want ik kwam niet vanaf 73, maar ik mocht ook niet van mijn ouders. Hè. Van de soos, dat was iets, daar moest je niet terechtkomen. Ja, er waren geen stoelen om op te zitten, maar kussens om op te liggen. Ja. Hoe mooi dat dan? Ja. Heb je er ook wel eens gelegen dan, Kobi? Nee, ik zat op een stoel. Nee. Kobi zat op een stoel. Nee. Wat? Het was niet allemaal op kussens. Er was ook gewoon een potje kaarten. Er was ook optredens. Er was ook een bar. Er was allerlei activiteiten. Rommelmarkt, oliebollen, festijnen, van alles. Ja. Nou, er was een clubje en die wilde wat dingen gaan organiseren. Dus die wilde eigenlijk meer dan alleen maar het ontmoeten. En dat is wat Kobi ook aangeeft. Dan ging je allerlei dingen organiseren. En de rommelmarkten, dat was een van die dingen die georganiseerd werden. Dat, ja, dat was bitter een noodzaak. Want we hadden geld nodig. Tuurlijk, dat begrijp ik. En we hadden dus de bevolking nodig die hun goede spullen aan ons wilde geven. En die ze later ook weer als koper gingen kopen. Zodat wij geld hadden om soms de tekorten van de popconcerten die we organiseren. Ja, want je zwaait daaruit met de hoes, dat is van Solution. Ik bedoel, ik heb hem ook natuurlijk. Dat is klassieke muziek, daar moet je niet aankomen. Ja, klopt. Net als Kajak en Elkwin, denk ik. Hè? Ja, klopt. Dat waren de bands, hè? Absoluut. En deze Solution heeft hij dan ook in De Klomp gespeeld? Ja. In 76, toen hadden wij... dat was eigenlijk het allereerste begin van activiteiten buiten Overzande. Maar vooral buiten een kleine zolder. Daarvoor was het of folk. Kleinschalige optredens. En toen kwamen we op het idee, en dat werd ingegeven door een aantal mensen als bijvoorbeeld Guus Schipper, Kees Schipper. Maar ook Guus Versteenbergen. Die hadden dan zelf, waren die muzikaal, die hadden die inbreng. Nou, aan Ad Boonman, die mag ook hier weer gewoon genoemd worden vanaf Uiteraard. De start. Want Ad, die wilde heel graag allerlei dingen organiseren. En Solution, dat was het allereerste wat we buiten de deur gingen organiseren. En dat kostte gewoon een heleboel geld. En dat was er helemaal niet. Oh. En toen zijn we met Ad zijn vader in gesprek gegaan. Die moest toen twee dingen doen. Ad zijn vader moest de handtekening zetten. Want wij waren nog te jong. En Ad zijn vader die stond garant voor eventuele tekorten. En dat was eigenlijk de start van optredens buiten de deur en grootschaliger. En ja, ik weet nog echt goed, dan zaten we allemaal te tellen bij de ingang hoeveel bezoekers er waren. Maar ja, Solution was toen populair, dus dat was eigenlijk geen risico. Maar die vroeg ook een mooie cent. Precies, die kostte wat. En we hadden 300 bezoekers. En we hadden geld over. Pik. En dat was op dat moment eigenlijk de start om meer dingen buiten Overzande in de jeugdhoeven te doen. Ja. Ik heb drie filmpjes gereed staan. Zomaar gewoon drie fragmenten van muziek die ook uit die tijd komt. Ik zit nu naar jullie te kijken. Misschien wordt het een beetje ingewikkeld, want ik dacht, maar het is wel uit de tijd 73, 83. We doen gewoon even drie filmpjes. En dan moeten jullie in de afloop, wil ik daar gewoon even over hebben. Over muzikanten in die tijd. Eén is niet helemaal precies de juiste artiest, maar het nummer kennen jullie vast wel. We gaan even kijken. Vanaf vandaag, dan kan je op niet stemmen. De stem daar alsjeblieft missen allen op Peter Wessel. Het is niet in de Stengel of in de Klomp of in de Jeugdhoef opgenomen. Maar Kobi, wie was die eerste?
Peter Wessel nog. Ja, die zijn nog net de tijd zijn naam. Maar dat is nog maar een liedje wat hij onlangs... Tweede wist ik niet, hè? Nee? Nee, maar dat nummer kende je misschien wel, want het was ook niet de artiest. We hadden eigenlijk Sweet de Buster willen hebben. Dat was de artiest met Still Believe. Die heeft dat ook geschreven. Ja. Maar Herman Brood heeft Herman Brood, ook... Maar dat was wel in jullie periode nog. Ja, klopt. Ja. Dat was op Henk Zand, Herman Brood. Wat? 83. Ja, precies. Ik heb de data erbij. Dat is toch geweldig? Dat was geweldig. Maar was dat dan toch net als Tom & Solution een zakelijk risico? Werden je wel zelfverzekerd? Dan hoefde de pa Boma niet meer aan te passen? Nee, want in het begin dan ging het om niks nog. Financiën, daar kon je bijhouden op de zijkant van een schriftje. Maar De zijkant, want dat ging om niks nog. Maar dat ging eigenlijk al heel snel om forse bedragen. En in 83 hadden we eigenlijk al... Ja, daar waren we 10 jaar bezig. Maar de spanning zat vooral daarvoor, Bert. We hadden Masada en Jeugdhoeven. Ja. En met een stempeltje, nog een paar stempeltje. Maar snap de mal. Likken, nat maken en doorgeven. Dus op een gegeven moment waren er 500 betalende bezoekers. Er waren 700 man binnen. Ja, dan doe je iets fout. Dan doe je iets fout. Dus we gingen tellen bij die kassa. Nog 3, nog 4. Nee, je telt terug, hè. Nog 3, nog 2, nog 1. Ja, ja. En we waren heel blij, maar er waren veel meer mensen binnen. En ze hebben heel veel van geleerd. Dat waren spannende dingen voor ons in het begin. Ja. Maar de klomp was natuurlijk, want dat heb je gelukkig ook aan het begin gehad. Misschien is het leuk om een Kobe over te hebben. De klomp was natuurlijk gewoon... veel meer ontstaan uit kleine dingen die je gewoon met elkaar op het dorp deden. Want die concerten, daar heb je gewoon het risico genomen... en werd je ineens in Zeeland mee bekend. Ja. Maar eigenlijk was de klomp natuurlijk in de basis veel meer. Ja, dus ontmoetingsplaats. Maar wel een groep enthousiaste jongelui die van alles wilde organiseren. Waar uiteindelijk ook steeds meer uit ontstond. Dat is het denk ik een beetje. Maar je bent samen met Ad Boman naar de Sociale Academie gegaan. Ja. En ik denk dat je daar niet naartoe gereden was als de klomp er niet geweest was. Ja, toen ging volgens mij iedereen naar de Pedagogische Academie en die werd onderwijzer. Sommigen wel, ja. En als je dat niet wilde, dan kwam je op de Sociale Academie terecht. Ja. En dat waren er maar een paar, onder andere Ad en ik. En wij gingen maatschappelijk werk en cultureel werk doen. Maar het gros ging toen eigenlijk wel naar de PA. Maar vond je dan ook dat je lekker op Overzanden dan die kennis maar in de praktijk moest gaan brengen? Ja, maar dat deden we ook wel. Want Ad heeft natuurlijk een prachtige scriptie. Hij is er zelf nu een beetje kritisch over. Maar ik zou die van Jok dan nog wel eens willen lezen. Of ging die niet over... Nee, want ik deed maatschappelijk werk en ik ben later bij de reclassering stage gaan lopen. Dus het ging niet over het, zeg maar, cultureel werk of over de SOS. En dat ging over reclasseringswerk. Dus dat was een heel ander onderwerp. Maar het feit dat jullie natuurlijk toch allemaal gewoon best aan de ene kant... want ik vind dat zo leuk hier in de klomp, dat merk ik nou al met alle gesprekken. Aan de ene kant staat lol boven alles. Ik bedoel, als er geen lol bij is, dan doet niemand wat. Maar jullie waren het allemaal best wel ook onderlegd. Ja. En vrij serieus toch bezig om hier een fundament te storten. Ja. En ik ben dus nou benieuwd naar die gesprekken. Ik vertelde je net nog heel kort van... Ik heb ook nog wel iets gedaan toen voor vrouwen oriënteerd op de samenleving. De VOS-cursus. Over de VOS-cursus. Maar die gaf je toch? Ja, die gaf ik hier onder de SOS. Aan vrouwen hier allemaal uit Overzanden. En zei ze van, dat is toch malariekoek? Nee, dat vond ze erg leuk. Ik heb toen ook nog een spel ontwikkeld. En dat is ook nog uitgegeven zelfs. Echt waar? Dat was ook de tijd dat vrouwen wat meer wilden dan alleen maar thuis zijn. En ook gewoon zich wat wilden ontwikkelen. En het was natuurlijk heel leuk dat zo'n snotneus van 18, 19 dan kwam vertellen van... goh, dat kun je op die en die manier doen. Dat was een beetje de tijd van de emancipatie. Dolomina. Ja, Dolomina. Was eerder, hè? Dat was iets eerder, hè? Baas in eigen buik. Ja. Ja. Het waren hier vooral boerinnen die ook gewoon eens even wat erf af wilden. En het ook erg leuk vonden om op die manier gewoon met elkaar dingen te gaan ondernemen, dingen te doen. Maar die kwamen dan naar de klomp, naar dat zoldertje met die kussens? Nee, dat was een zaaltje daar beneden. Dat huurde je dan van de gemeente. Ja. Dat huurde, ja. Maar de activiteiten begonnen eigenlijk beneden. Maar ook boven, er waren activiteiten zoals toneel bijvoorbeeld. We hadden zelf een toneelclub. Ja, ja. En wat speelde je dan? De WW-show. Willem Prijs was heel bekend toen en ik heette WW. En we Westerwelen, met elkaar. En dan ging je wat verzinnen met elkaar, met 10 man. En dan was een show gewoon. Een beetje sketches en zo. Ja, een beetje sketches, een beetje cabaret en een beetje gekke dingen. En dat vonden we leuk. Dus het begon eigenlijk boven allemaal. Maar wie zat er dan meer in het toneel dan? Peter Mijn, Ad Boman. Die foto's wil ik je niet onthouden. Die komen na de uitzending misschien.
Dori. Ja. Nee, maar ik zou bijna ze herkennen. Heb je nog een dialoogje paraat dat je met iemand deed? Of, Nee, dat niet meer. Nee. Nee. Maar goed, dus de toneel kwam en sport, denk ik. Sport, volleybal. Ja. Wat nog meer? Voetbaltoernooi deden we ook nog wel. Want de voetbal is hier natuurlijk altijd een bijzondere tax van sport geweest. Omdat meestal op de vrijdagavond, daar kwamen die nog eventjes de kas pekken. De volleybal was dat. De volleybal kwam na het trainen in de, hoe heet dat, de gymzaal hier zo, kwamen die alle massaal naar de soos toe. En ja, dan wat was drinken. Het tot, ja, wat drinken tot de kleine uurtjes. En dat, ja, dat gaf een enorme boost aan het samen zijn daar. En de bar omzet en de bar omzet. En ja, dat was vooral nodig om dit soort dingen te doen natuurlijk. Hè. Dat, ja, want die, wat is dat? Dat is LP. Een LP. Dit was LP ook... van Klompop, het eerste Klompop. Maar ja, wat Jan ook zei, van de optredens. Ja, maar jullie waren betrokken bij het maken van deze LP, zal ik maar zeggen. Ja. Is dat dit is behandeld in het bestuur van de Klomp. Ja. Maar wat als doel? Het doel was iets organiseren voor de jongeren en de jeugd in de zak. Maar in geen hogere missie als de popmuziek in Zeeland? Dat zat er bij sommigen wel in. Maar dat werd niet door iedereen gedeeld. Maar Ad had dat wel heel duidelijk in zijn hoofd zitten, ja. Mm-hmm. Ja. En, maar dat betekent eigenlijk dat jullie, en dat vind ik dus interessant, jullie waren eigenlijk best wel vooruitziend. Jullie hadden een vooruitziende blik in die zin dat jullie daar een fundament aan het storten waren. Mm-hmm. Voor een, jullie zijn bij een oerkanaal aanwezig geweest en 40 jaar later zitten wij dus nu hier. Ja. Ik bedoel, dat doet je toch wat? Ja. Ja. Ik bedoel, dank je wel. Dat bedachten wij niet van tevoren, hoor, Bert. Nee maar het was wel... misschien maar nooit van tevoren. Dat werd geknald. Ja, dat werd geknald. Letterlijk en figuurlijk, hè? Ja. Ja. maar waarom is het dan hier wel en in dat dorp een eentje verderop... waarvan ik die naam niet genoemd mag worden? Nee. Sernoek. 44-53, Kopie. Ja. Nou, ik denk vooral... de werd georganiseerd en door... Onder andere de opleiding van Ad, Peter die daar later mee bezig was, Kobi. Die mensen die hadden meer dan alleen het zitten. Mm. En die brachten dus in die grote groep van vrijwilligers, of eerst bezoekers, wat later eigenlijk allemaal vrijwilligers werden. Ja. En die brachten daar structuur. Ik kan me nog herinneren dat op een gegeven moment was het mode van werkgroepen. En dan hadden we een werkgroep van Sooskrant. Maar dan was het mode dat er werkgroepen waren. Er waren werkgroepen. Ja. En... Hallo, ik bedoel nu, dat is toch een verschrikkelijk woord. Maar dat heeft wel gebracht tot allerlei... Het was een beetje democratiseringsgolf, hè? Iedereen moest iets kunnen doen en betrokken zijn en inspraak hebben. Dat was natuurlijk wel een beetje in die periode het geval. Dus dan richten we allerlei werkgroepen in die vervolgens... Maar dat heeft gewerkt. Ja. We hadden een werkgroep film bijvoorbeeld. Ja. Nou, en dan werkte je samen met Brogum en met City... Middelburg, de alternatieve circuit draaiden we mee. En dan draaiden we mee in dat circuit. De beuken en zo. Beuken, soort dingen. Ja. Hadden we hadden ook nog een soort Poolse landdag, een soort vergadering om het daar over eens te worden. Poolse landdag. Ja. En dan was ik voorzitter en dan hadden we een paar recalcitrante figuren. Hieruit Overzeilanden. Ja, Peter en André onder andere. Die waren altijd overal tegen. Dat zijn ze volgens mij nu nog. Maar die wilden het altijd wel wat anders als de rest. Ja. Dus dan duurde die vergaderingen altijd ontzettend lang. Ja, die lag natuurlijk. We hebben een filmpje opgeduikeld. Misschien ken je het nog wel, maar er hebben een paar fragmentjes uit. En ik wil daar nu even naar kijken. Dit is heel erg leuk. Dat is uit die tijd. De Popvereniging Zeeland werkt natuurlijk niet alleen voor muzikanten, maar ook in het belang van concertbezoekers. Ruim 200 popliefhebbers waren er vorige week in Zeerehoek. Met lof voor de initiatieven van de vereniging. Ja, dat zat je aan de deur. Met een sjaaltje en dan was er een naast me. Ja. Jullie zaten met z'n tweeën daar. Ja. En dat was dus in Zeerehoek? Dat was in de jeugdhoeve. Maar herinner je dat nog? Dat je daar zat? Ja. Want je moest alles dus doen. Maar vertel eens, want ik vind dit is natuurlijk gewoon pure nostalgie. Ja, dat wist je dat deze terug in de beelden, tijd, ja. Wist je dat deze beelden er waren? Ja, nee, dat wist ik niet. Ik heb wel die foto. Nee, maar dit is van gewest tot gewest. Okay. Die hebben toen voor het popgebeuren hebben ze toen een is gewoon een aflevering van gewest tot gewest geweest. En daarin werd verteld over de Popvereniging Zeeland. En dan moesten ze natuurlijk wat dingen... En toen kwam daar Kobi Traas tegen aan de deur. Ja, ik weet het toevallig nog goed, omdat ik die foto ook heb... dat we erachter die kassa zitten. Ja? Maar ja, het was inderdaad alles doen...
Ja, de bands contracteren, kassa, van alles. Dat weet ik ook nog wel, want dat ging heel amateuristisch in die tijd. Ik weet nog goed, want we kwamen altijd geld tekort. En toen op een gegeven moment toen hadden we een enorme vis aan de haan geslagen. Dat was Level 42. Ja. Wow. Die hadden we gecontracteerd en dat hadden we gedaan op het moment dat ze nog niet bekend waren. Ja. En tussen het moment dat we ze gecontracteerd hadden en het optreden, kwamen ze toen met hun eerste hit. Dat doen ze vandaag nog steeds, hè? We dachten, dat wordt een klapper. Hè. Daar halen we echt massa's met geld binnen en één keer allemaal uit de zorgen. En die hebben toen het contract verbroken en die zijn niet opkomen daar. Oh, dat is zuur? Ja, dat was toen heel zuur. Ja, maar daar hebben we goed ook van geleerd. En dat was van, hoe kun je dat nou voorkomen? En, daar hebben we gewoon van geleerd. En dat soort dingen kwam je tegen. Ja, deden inderdaad alles zelf. Van het opstellen van de contracten. Inwinnen. Het plakken. Ja, dat was geeft natuurlijk ook aan dat jullie ook best wel aan de ene kant een hoop lol hadden. Maar ook wel wisten waar je mee bezig waren natuurlijk. Ja. Ik wil nog een stukje laten zien van gewest tot gewest. En dan gaan we gelijk door naar een volgend filmpje. Maar eventjes dit laten zien. Ik geloof dat ze de naam zeggen. Dat vind ik zelf wel jammer. Maar het is wel leuk om even te kijken. Dit is ook een beeld uit die tijd. René de Druin, voorzitter van de popvereniging Zeeland. Hoe is de popvereniging ontstaan? Het daadwerkelijke begin, dat is een Klompopfestival geweest in Henkensand, in Zuid-Beveland. Daar traden 12 Zeeuwse bands op. En tijdens dat festival hebben we met een aantal mensen die ofwel vanwege de muziek of interesse of organisatorisch betrokken waren met het Zeeuwse popgebeuren, besloten om tot een soort bundeling te komen. En daar is een LP uit voortgekomen, de Klompop 81 LP. En Klomp op met 1P, hè? Ja. Dat was ook nog een verhaal, dat vertelde die me in ieder geval. Fijn, we hebben René, als je wil zien hoe die er nu uitziet, dan gaan we even naar het volgende filmpje. Kevin! Kom er maar eens bij. Kijk. Ik ben René de Dreu en vanaf het begin van Klompop eigenlijk een beetje betrokken bij wat er in de Klomp allemaal gebeurde. Daarvoor hebben ze natuurlijk ook wel een hele geschiedenis. En ik moet zeggen, de zolder in het Trefpunt, de eerste zo'n zoldertje, kende ik wel vanwege de folkconcerten die daar waren. En ik schreef toen al over muziek en jongeren en jongerencultuur in de PZC onder andere. Ik heb bandjes geïnterviewd die grootste plannen hadden, maar uiteindelijk nooit hebben opgetreden. Wat ik eigenlijk achteraf later het leukst ben gaan vinden, is dat backstage gedoe tussen die muzikanten lopen, praatjes maken en dan merken dat zij het ook te gek vinden om in een gat als Overzanden op een voetbalveldje op te treden. Of eerst nog in die stengen natuurlijk. Nou, de Klomp heeft wel als festival de Zeeuwse muziek op de kaart gezet. Het festival is uitgegroeid. En de Klomp heeft altijd neus gehad voor Zeeuwse bands en altijd gezegd van die moeten ook een podium hebben. Ook in de Klomp zelf zijn ze daarmee doorgegaan. En in de jeugdhoeven in het begin en in de stengen en overal waar ze bands neer konden zetten. Ook Zeeuwse bands in het voorprogramma bijvoorbeeld, bij een wat landelijk bekendere band. Dat deze. Wat er moet gebeuren is dat er een popbeleid voor Zeeland heel duidelijk ontwikkeld wordt, waarin het belang van een Klomp, maar zo zijn er meer, hè, een Brogem, noem maar op, duidelijk onderschreven wordt. En van daaruit kun je verder weer bouwen. Nou, even een applausje voor René. Ja, dat, En dan krijgen we dus mooi dat verhaal, maar dat is ook heel erg typerend voor de tijd waarin jullie met elkaar overlegden. En René had dus wat meer ambitie om wat voor de Zeeuwse popmuziek te doen, terwijl jullie het eigenlijk meer voor de Klomp deden, René. Ja, nou, dat wat René de Dreu ook zei van een podium bieden voor Zeeuwse bands, dat was van meet af aan was dat echt de opzet van Klomp op ook. Van, we willen inderdaad die bands ook een podium geven om zich te ontplooien en te presenteren. Ja, ik hoor dat we net nog een foto hebben. Ook waar we misschien nog eventjes naar kunnen kijken. Even kijken, wat is dit? Oh, André en René. Oh, die zit daar, die komt straks aan tafel. Misschien kan. Maar wat gebeurde daar en waar waren jullie? Dit is wel in de tent, dus dan moet ik even kijken van wanneer dat was. Maar dat is ook al even een tijdje geleden.
Ja, ik zou niet weten van wanneer dat is. 87 zie ik hier, denk ik. Of, ik op de tent, in de tent hier boven Zander, nog op het andere veld. Ja, maar dat was eigenlijk dus nog... Het oude gymzaal, zeg maar. Want jullie hebben natuurlijk alles meegemaakt in de Stengen. Of dat ook al. Ja, en in het begin nog hier tegenover het oude gymzaaltje, zeg maar. En wat waar nu de dat? Nieuwe school staat. Ja, maar... ja, dat heeft de tent ook gestaan. Ja, dat was het Bluesfestival. Of was het Bluesfestival? Ja, dat was het Bluesfestival. Want, maar jullie hebben dat allemaal in... Want ik wil wel eens weten, dan kom je op een avond bij elkaar. En dan wordt er gewoon besloten, wij gaan, we hebben de klomp. En wat gaan we nou eens allemaal gewoon als extra doen? Of was er eerst een idee om iets te gaan doen? Of was er eerst een noodzaak om daar een idee voor te ontwikkelen? Ja, ik denk dat een beetje vanzelf ging. Want jullie wouden beentjes zien, dan denk je, dan gaan we aan de klomp doen. Dat ging. Dat ging. Ja. Dat begon op het zoldertje van, het is leuk om eens een keer iemand hieruit te nodigen om wat te spelen. En dat begon dus inderdaad op het zoldertje. Nou, dan weer op een gegeven moment is wat groters. Ja, waar kom je dan terecht? Ja, dat was toen de jeugdhoeve. En nou, met klomp op, toen zijn we pas voor het eerst echt een enorme stap gemaakt dat we een festival gingen organiseren. En, en dat is langzaam gegroeid. Ja, een gedachte. En Ad zat er wel heel duidelijk achter van. Die wilde graag een festival. Maar goed, kwamen al die gasten, moest je voor de catering zorgen. Wie kookte er dan? En dat was ik vooral... soms. Ja. Toch ja, wel? Ja, kookte maar voor wie heeft er dan, laten we zeggen, eten? Voor wie heb je eten? Ja, dat was altijd vrij eenvoudig. Een pan macaroni en een salade. En die pannen werden steeds groter, maar er werd gewoon gekookt. Maar wie at daar dan? Maar kwam er dan echt... Rens, en dat weet je wel in de Stengen. Dat was soms ook heel bijzonder. Sommigen haalden het op, sommigen niet. Sommigen gingen ermee gooien. Ja, er gebeurde van alles. Herman Brood hebben bijvoorbeeld. Ja. Niet om te vreten toen, dat weet ik wel nog. Ja, maar ja, die ging met andere spullen. Ja, toch was lekker. Die had een andere verzoek. Maar die had een lijst. Ja. Maar dat verbaasde die jullie. Want die artiesten, aan de ene kant zaten jullie, waren die niet flauw. Want een blootje werd er wel eens gerookt. Ja. Daar op dat kussenzoldertje van jullie. Ja. Wie heeft er nog nooit gebloot hier? Heb je er wel eens eentje? Ja, natuurlijk. Ja, ik ook hoor. Ja. Nee. Ja. Net als de wielrenners van tegenwoordig. Ja, ik weet het. Nee, maar heb je er ook wel eens een sigaret? Of vind je dat nou toch een beetje gênant? Nee. Dat is geloof ik de enige keer dat ik gerookt heb. Verder heb ik nooit meer gerookt. Oh. Zie ik het daardoor komen. Het was een beetje ook de tijdsgeest, hè, Bert? Ja. Het was de tijd van inderdaad beginnen met blowen, strieken, al die dingen. Strieken? Ja, die kwamen voor. Wat was dat ook alweer? Nou, dat was op het pleintje achter de Soos een hele grote boom, Bert. Een hele grote. Ja. En die staat er nog. En die staat er nog steeds. Ja, en het was een sport om in je blote kont rond die boom te lopen en snel weer naar binnen. En dat was een tijdsgeest toen. Dat was ik heb het natuurlijk zelf gedaan. Hey, ze hebben straks een rondje. Volgens mij vooral dit nu dat deed. Koop je wel een aantal maal. Dat vind ik eigenlijk nog een veel leukere vraag. Ja. En je bent gestriekt. Nee, echt niet. Maar dan was ik het zelf waarschijnlijk. Ja. Was dat niet koud? Of, Ja, dat was best koud, maar ja. Maar en je ook in je blote kont rond de bomen vlogen? Nee, maar dat deed Wim vooral. Dat soort spelletjes, daar was Wim heel erg voor. En Peter ook, dacht ik, een aantal malen. Maar dat is dat toch wel... want hoe kom je op het idee? Ik bedoel, het weer georganiseerd. Dat was spontaan actie. In de tijdsgeest kwam dat vaker voor en dat vonden wij leuk. Nou, die boom was niet zo heel ver, op 20, 30 meter. Dat was net te doen. Ja. Dus dat deden we gewoon. En dan deed ze de deur achter die op slot en dan... Dat kwam ook voor, ja. Wel thuis. We hebben wel meer, toch wel vreemde dingen gedaan. Ik weet ga niet, door. Peter die dronk vaak duvel, dat heb je net ook gehoord in het verhaal. En ik kan Peter me herinneren, Mijn, ja? Peter en Mijn, die daar zit. En ik kan me herinneren dat Peter op een gegeven moment zei... Als ik een appel op mijn hoofd leg, durf jij Willem Tell te spelen? Durf je hem eraf te gooien met een dartpijltje? Oh. En... Ja, Peter die had 3 duvel op en ik 2. Dus ik zeg, Peter, dat gaan we doen. En ik gooi dat pijltje. Gelukkig deed hij wel zijn ogen dicht, Peter. En ik gooi precies dat pijltje in die appel. Ben nooit vergeten, Bert. Dat was nog raar. Ja. Ik heb er nog last van als ik erover nadenk. Ja. Ik ben er niks mee gaan doen, maar het zijn dingen die blijven bij. Tijdsgeest. Maar dan stel je dat weer fout gegaan was, dan had je toch op een rare manier in de krant gekomen. Ja, dat denk ik ook. Willem Tell. Peter, de tijdsgeest, dat dachten we niet aan, toch? Dat ging gewoon door. Wat hoort er nog meer voor je gevoel bij die tijdsgeest? Of dat jullie zeggen van dat deden wij en... Je vroeg net van waarom deed je het eigenlijk steeds verder uitbreiden en organiseren. Er was natuurlijk gewoon niet veel te doen.
Ook voor de jeugd was er gewoon niet veel te beleven. Plus dat mensen natuurlijk veel minder mobiel waren en nog niet naar concerten gingen in Rotterdam en weet ik veel waar. Dus het was ook gewoon leuk om het meer naar hier te halen. Ja, omdat er ook gewoon weinig te doen was. Ja, en ja. Ja, dat was eigenlijk denk ik wel een beetje de drijfveer erachter van... dat er hier in Zeeland ook gewoon iets te doen zou zijn voor de jeugd. Maar dat is een hele edele missie. Want in de zak van Zuid-Beveland, Er was natuurlijk eigenlijk geen moer te beleven. We hadden er zelf natuurlijk ook lol van. Ik bedoel, het was niet alleen een edele missie. Maar dat is de rode draad van alles wat ik met de klomp hoor. Ik bedoel, je wil hard werken, maar als er geen lol bij zit, dan liever niet. Nee, maar de inzet van iedereen was gewoon altijd 100% en meer. En daar zeurde eigenlijk niemand over. Nee. Hoe vaak het ook vergaderen was of hoe vaak we er ook naartoe moesten. Iedereen deed dat gewoon. Maar het hoogtepunt was ook een beetje voor jezelf. Ik had de sleutel, in het begin niet, maar bij de familie Remijn was de sleutel van de volière past op de soos. Dus ik kon altijd binnen. Meen je dat? Dat meen ik, hè. Dus ik had zoveel vrijheid, Bert, dat ik niet alleen in het weekend, maar ook door de week, om te spijbelen bijvoorbeeld, toch op die soos terecht kon. Dus ik heb met Jan Remijn gewoon... Wij gingen op kamers, alleen één over zanden. Ja. Ik wil even naar René wat vragen. Ja. Wie was Remo Jagersma? Ja, Remo. Remo Jagersma, wie was dat? Ja, dat is een verhaal apart. Remo die deed een bier. En op een gegeven moment hadden bij de klomp alleen maar Heineken. En dat vonden we te weinig. We wilden ook mee in de vaart der volkeren. Overal Belgisch bier dus. Op de klomp moest er ook Belgisch bier komen. En toen hebben we Remo die mee ingeschakeld of in de hand genomen. En die bracht bier. Maar Remo, dat was eigenlijk wel een van de grootste afnemers van zijn eigen bier wat hij leverde. Dus die kwam dan op vrijdagavond en dan werd dat bier geleverd en naar boven gesjouwd. En ja, dan Remo die ging achter de bar of voor de bar. En ja, dan was het drinken. En ja, hij was een keer, en dat was zelfs op een zaterdagavond, was hij zo blauw dat hij in zijn bus was gaan slapen. En hij had daar zijn kleren uit gedaan. En de andere morgen moest hij onnodig een plasje doen. Dus dan is hij naar die boom gaan waar Wim altijd rondliep. Maar hij had de deur dichtgegooid. Van zijn auto? Van zijn auto. Dus en hij kon er niet meer in. Blond. En dat in zijn onderbroek. Oh, gelukkig. Ja, gelukkig, hè. Dat was 's morgens om 9:50. En ja, toen moest hij dus de sleutel van de soos hebben. Of iets doen om te regelen. Van de volière. Dus toen is hij naar de familie Remijn gelopen. Ja, in zijn onderbroek. In zijn onderbroek, om 9:50. Dus ondertussen heel dorp, dat ging naar de kerk toe. Naar Pontenagel. En naar Pontenagel. Ja, en toen is Remo daar dus om de sleutel aan. Nou, ja, zo kwamen de praatjes van wat er allemaal op die soos gebeurde. Ja, maar in principe, want je was dan een beetje de contactpersoon. Maar je vader werkt natuurlijk bij de gemeente. Dus dan, dat is natuurlijk toch een beetje, als hij erachter kwam, of was dat wel relaxed? Dat was wel relaxed en zo'n taboe was dat toen niet meer. Ik weet wel, in het begin, toen ik de eerste keren aan de soos wilde, nee, daar waren ze niet echt voor. Maar dat was in 75, 76 denk ik, de eerste keer dat ik er kwam. Ja, leuk zeg. Ja, we moesten nog een charme-offensief richting het dorp doen in het begin. Ja. Dat we echt zaten te vergaderen van hoe gaan we dat nu aanpakken? Tot een van de activiteiten die er kwam. Ja, je kan het niet verzinnen dat deze mensen dat gingen doen. Maar op een kerststukjes maken en rondbrengen bij de eindjaardag. Ja. Dat is onvoorstelbaar. En oliebollen bakken bij nieuwjaar. En ook nog gedaan en verkopen. Dat, ja. Ja, dat is gewoon wel. Even een fotootje kijken. Wat is dit? Oh. Wie is dat? Kees. Dat ben je toch? Kees. Ja. En Kees? En Kees, die zit daar vanachter. Ja, ik herken je. En wat gebeurde daar, Jan? Ja, Bardins, denk ik. Gewoon Bardins. Een van de... Stadfestival of zo? De klompopactiviteit. Klompopactiviteit, ja, superleuk, hè. We gaan weer even naar een filmpje kijken. En daarna komt het optreden van Surrender. En daar gaan we gewoon eventjes dus nu van genieten. Eerst eens even nog een filmpje. En daarna gaan we optreden bij het Surrender hier in de klomp. Goedemiddag. Ik ben Pieter Vollaert en ik ben in de jaren 70 lid geworden van de gemeenteraad van Borselen en al vrij snel daarna wethouder van welzijn en cultuur. En in die tijd was de klomp ook al bezig. Dus we kwamen elkaar al snel tegen. Je moet je voorstellen, toen ik de klomp leerde kennen, zaten ze nog in het oude trefpunt. In dat huisje dat eigenlijk het voormalige gemeentehuis was. En met de stichting Dorpswelzijn in Overzanden hebben we toen voor 1 gulden dat gebouw gegeven. Mits het verenigingsgebouw van Overzanden zou worden.
Het is dus wonderbaarlijk dat deze Soos 40 jaar jong is gebleven. Die hebben op tijd gewoon en gekeken naar de wereld om hen heen ook andere dingen gedaan. En nu is het een fantastisch poppodium in Zeeland, toch? Laten we zeggen dat handjevol dat in Zeeland gekend is. En waarbij opnieuw jonge mensen elkaar ontmoeten, jonge muzikanten ervaring opdoen. En waarbij goede muzikanten spelen. Maar ik vind het eigenlijk te gek dat ze nog steeds drijvender zijn. Ja, en eigenlijk gewoon still growing strong. Ja, ik vind compliment. Droeg ik een hoed, ik nam hem voor u af. Ja, het is me toch na Raccoon, Kees Schipper en als laatste natuurlijk de Duke Joints, is het me toch een eer om een van de grootste bands uit Zeeland, uit de zak van Zuid-Beveland, naar voren te roepen. Geef ze een applaus. Surrender! Yo, daar is die. Hey, je hebt een mooi t-shirt aan, Kees. Hey. En Henry, kijk, goed om je te zien. Lekker weer hout hakken. Ook naar de kapper geweest, zeker. Is het, wat zei je? Ja, we hebben dezelfde kapster. En waar is Johannes? Ja, ja, radio. Je was je telefoon nog aan het uitzetten. Ik wou eigenlijk even wat aan jou vragen, is de Johannes mag? Ja. Hoe lang is het, of geleden, kun je je nog herinneren wat jullie allemaal op Klomp op en voor de Klomp gespeeld, hè? Totaal niks. Maar zou dat dan kunnen betekenen dat je daar niet één keer gespeeld hebt? Ik zou het echt niet weten. Ik weet dat we er speelden, maar ik kan me niks meer van herinneren. En ik weet niet waar dat dan ligt. Ik heb ook geen idee. Dus, ik had me dit nog maar kunnen herinneren, Bart. Maar we zijn even een stukje film kwijt. Maar nu is het opnemen, dus kom goed, hè? Maar ik heb eigenlijk de indruk dat iedereen die in de Klomp geweest is, af en toe wel eens een stukje kwiet is. Want ja, gezelligheid gaat met een pintje gepaard. En, het is een schande, ik weet het. Hè? Ja, maar je kunt er ook niet aan doen. Hè? Hey, hoe is het met Surrender? Lekker, ja? Lekker bezig. Want ik heb een tijdje gedacht, jullie hebben natuurlijk dat avontuur van nachtwerk. Of mag ik dat niet in de mond nemen? Je doet maar, hoor. Ik ga nog niet gelijk slee. Hè? Ja, maar je staat hier met een gevaarlijk wapen in de buurt. Toen daarna dacht ik even, dat wordt de dip. Oh, sorry. Hey. Hij blijft erbij staan. Nachtwerk mag ik niet meer noemen, maar Surrender is gewoon uit de as herrezen en als sterk als nooit tevoren. Ja, natuurlijk. Wat dacht je dan? Hey. Maar vertel eens, waar zijn jullie op het moment mee bezig? Eigenlijk een beetje rock'n'roll maken en spelen en een biertje drinken en lekker spelen. En af en toe nog eens even in Noeferum te kijken of we nog wat nieuws kunnen verzinnen. Om toch wel een keer een nieuw schijfje te maken. Hè? Zijn je bezig nu? Ja, nee, nu nog niet. Dat gaan we straks doen. Nee, om wat te maken ben ik altijd mee bezig. Hey, ik bedoel, je doet overal een beetje inspiratie op. En je neemt dus wat op, stukjes. En dat wordt dan later soms weer een nummer of niet. Toch even een gewetensvraag. De Klomp bestaat dit jaar 40 jaar. Ik heb het idee dat jullie ook al 40 jaar staan te rocken. Nee, volgens mij niet. 1980. Ja, want wanneer heb je het jubileum gehad? Ja, wij hadden het 11-jarige jubileum gehad. Dat hebben we hier in de Klomp gevierd. En toen bestonden we eigenlijk 10 jaar. En toen hebben we het jaar daarna met 10-jarige bestaan gehad. En toen bestonden we maar 12 jaar of zo. Dus dat ligt glad door elkaar eigenlijk. Maar hij van ergens 1980 of zo. Ja, maar hoe is dan Surrender begonnen? Hoe is dat begonnen? Ik kwam, hoe bedoel je? Een heel verhaal hier. Nou, wow, Surrender ontstaan is toch niet? Nou, aan. Op zich denk ik. Nou, mijn vader en moeder lagen in baden. En van 10 kwam het ander. En het was ergens in voorjaar aan die verfilm zijn eigen. En 9 min later ben ik geboren. En toen heb ik mijn vader heen. Ik vind het allemaal wel goed zo. Maar dan toch even, wanneer kregen jullie in de hand dat begon die populariteit? Want jullie waren een rage. Ja, wij deden in principe iets wat aan anderen idee. Wij zaten eerst Engelstalig te spelen, dat deden we gewoon overal zoveel als we konden. Maar ja, er waren 100.000 anderen die dat ook deden. Toen gingen we wat in het Zeeuws doen en toen bleek dat aan te slaan. Dus dan ben je ineens alleen iemand die iets doet. Ja, toen nam Ingel Reinoud ook aan, maar die zat toen ook nog niet echt in de rock'n'roll. Peter Dilleman, die ook nog geen elektrische gitaar, die ook nog zo'n 12 snaren. Dus, maar goed, dan doe je iets wat de ander niet doet. En een beetje afgekeken natuurlijk van wat andere bands, dat is normaal. En er bleek Mart voor te wezen. En dat bleek er dus nog steeds voor te wezen. Dus en toen ben je gelijk op gitaarles gegaan? Nee, dat heb ik 15 jaar later pas deed. Ja.
volgende week kijken ze een behendiglas. We gaan beginnen, jongens. Ja. Geef ze nog even een enorm applaus. Hier is Surrender! Who's the beat? En lekker stappen en lol. Lekker zippen bij de mannen, zo zat als een drol. Zo nu en dan een misje, dat was zo het idee. Niet één keer lopen zeker, lekker gut lekker heen. Uit bombeest, wat er is uit, daar vol je uit te rijken. Neem een meid, met voor mijn liefstje, die Annie zoet. Zo vind er heel wat op ik het. En bierje poep, boerje piet, en bierje poep. Trek die flesje open, want beven, dat is genauwe poep. Nee, de osje bij je kwink alleen op het spul. Niet kunnen koken, wassen, strikken, dat vond ik al gelul. Die nou is jij je feest, maar binnen je trouwt. Uiteindelingen kreeg ik het als Spaans benauwd. Huis van beest, wordt er een zij daar voor je uit te reken. Neem een meid, met voor mijn liefst in, die Annie zoet. Zo vind er heel wat op een kut. Boer zo bier, en bier zo boer. Boer zo bier. Ze open mijn leven, dat is genauwe oor. K.R.O. Boer zoekt bluf, dat bleek al show. Leven bij de vleet, dat was wel goed. Uiteindelingen was tof, tarra en kroet. Huisbombeest, wat er is uit, daar vol je uit te reken. Neem een meid, met voor mijn liefstje, die Annie zoet. Zo vind er heel wat tof. Dat is genauwe. Trek die flessen open, want beven, dat is genauwe. Trek die flessen open, want beven, dat is genauwe. Hey. Applaus voor jezelf. Surrender met de boer zoekt vrouw op. Sorry, nee, bier zoekt bar fijn. Dit was Surrender. En erg leuk dat ze hier zo gewoon live speelden. We hebben vandaag echt een fantastische dag met allemaal mooie bands. Tot en met Raccoon gaat hier gewoon optreden. Hier in de Klomp in Overzanden. Allemaal mooie bands. En ondertussen, terwijl Surrender optrad, zijn er twee nieuwe mensen aan tafel zitten. Wim, ik heb je weer even nodig. Ja. Zullen we even bij je buurvrouw beginnen? De dames gaan voor, of is dat niet geëmancipeerd? Nou, ik vind het prima. Ja, Jul ken ik van de volleybal vooral. En ja, je was toch een sterspeler natuurlijk, speelster. Dank je. Ik geloof zelfs dat we nog een volleybalfoto van je hebben. Ja. Ik zal eens even kijken of dat we die naar voren... Ah. Dat is in België. Hoe dat in Assenede is dat... hadden we een toernooi, zijn we een toernooi gaan spelen in Assenede. Internationaal, hè? Ja, internationaal. Maar de hele club. En hoe heette het team dan waar je in zat? De Klomp. Team De Klomp. Ja. En de supporters gingen ook mee. En daar zat jij weer bij natuurlijk. Ja. Ja, maar dat kwam dan weer omdat hij met Maar mijn vrouw zat er ook in, team. Ja,
En wie was wie is Gertrud, je staat niet op de foto hier. Nee. Zo is het ook verkeerd afgelopen eigenlijk. Want op een gegeven moment, Bert, waren er 5 zwanger. En daar was ik mede veroorzaker van. Ja, van 1, voor de duidelijkheid. En zodoende is het eerste team op een gegeven moment gestopt. Omdat het, het was niet meer te doen. Jij was ook zwanger? Nee. Niet, later was. Nee. Maar in Adinkerke, dat is misschien wel leuk om even te voorstellen. Help even. Ja, André komt. Ja, jammer, André. Bert. Ook van André, Zerenhoek. André. Ook 44-53. Ik kan er niks aan doen. André Verhoeven. Maar ja, voel je wel. Maar je kwam niet van. Je was echt over Zanden, toch? Nee. Op Zerenhoek. Ja. Het is heel internationaal nu, want ik kom van Driewegen. Ja, ik was. Ik kom eigenlijk van Borselen, kerkelijk over Zanden en op school op Zerenhoek. Ja. Dit is een beetje een rare tafel, hè? Ja, dat is een vreemde tafel, dit. Hadden jullie al een hekel aan Walgenaren, of viel dat mee? Dat viel wel mee. Oh, dank je, maar daar kan ik dan weer van Ik kan me de tafels hier vandaag voorstellen die misschien wel een beetje negatiever zouden doen. Maar aan de andere kant vind ik dat ook wel weer een heel mooi einde van het laatste half kwartiertje van dit programma. Maar André, je kwam van Zerenhoek. Ja, ik kwam van Zerenhoek. Nou, even wat over die saus van Zerenhoek, want dat heb ik daar ook mee gemaakt. En waarom daar, want Jan die had nog zoiets van, goh, waarom komen daar weinig mensen? Maar dat was eigenlijk, hadden we daar een of ander kamertje waar behoorlijk veel gebloot werd. En het was niet leuk voor mensen, die nieuwe bezoekers die daar kwamen. Dan zaten wij in een apart hokje, zaten we daar te blowen. En die bezoekers die hadden zoiets van, wat is dit voor een rare tent? Dus er kwam eigenlijk nooit iemand nieuw binnen. Ik heb daar leren blowen, André, om eerlijk te zijn. Okay. Even vertel eens wat over die foto die we nu zien. Ja, volgens mij is dat een van de eerste bluesfestivals, denk ik. Ja, bluesfestival, want ik heb zo'n button nog op. Wacht even, ik heb het idee dat straatfestival Jan Romein en Kees Vroomland staat er op mijn lijstje. Kan dat? Of is dat... Nee hoor, nee. Dat ben ik. Was van daarnet, sorry. Rinus? Dat ben ik. En Rinus Vermu. Wie ben jij dan, want ik herken het? Rinus, met die bril op en die hoed op. En die hoed? Ja. Oh, je was incognito. Ja, en Rinus Vermu die staat naast me, die heeft ook een bril op. En was je daar dan stoned op dat moment, dat die foto gemaakt werd? Ik denk niet dat meer. Toen was het niet meer. Nou ja, ik zou het niet weten. ik ben het geheel vergeten. Als in de goede traditie. Nee, maar het is want ja, goed, dat is natuurlijk zoveel jaar geleden, bij zo'n 40 jaar. Merk je dat je dan nu nog... gevolgen van het gebruik. Nou, dat weet je zelf niet meer, hè. Van de buitenwereld die kan oordelen van, goh, wat een raar figuur is dat. En misschien, wellicht heeft dat ermee te maken. Maar zelf heb je een blinde vlek. Nee, je ziet als een blinde vlek. Maar dus niet anders als vroeger, wie André. Want vertel nog eens even dan toch, verdedig nog eens even toch de jeugdhoeven. Want die is af en toe, dat 34, 28, wat was het ook alweer? 44-53. Verdedigde de jeugdhoeven, de soos op de jeugd. Ja, nee, maar wat was op het moment dat jullie besloten, we gaan naar Overzanden toe? Want dan horen we kregen dus geen bezoekers meer. En toen was er eigenlijk voor onszelf eigenlijk ook niks meer aan. En je zat natuurlijk ook... Van die vlag. Dat schijnt een zwarte vlag, maar koningin... Nee, dat is in Heike Zand was dat. Oh, dat was Heike Zand. Ja, en Heike Zand hebben ze met bij Koninginnedag hebben ze een zwarte vlag buiten gehangen. Toen moest hij zo eens dicht. Moest hij dicht, ja. Op last van, hoe heet die man van het CDA? Eversdijk. Eversdijk is daar min of meer een beetje op gepromoveerd. En is daar in de Tweede Kamer doorgekomen. Heb ik begrepen. laten we het bij de klomp houden. Oh ja, sorry. Ja, maar, want het leuke is natuurlijk, jullie zijn, we zitten hier in het de klomp. Het lijkt wel een vergadering nu, hoor. Zo. Ja? Ja, ja. Dit is echt een soort veel woorden. Het is goed dat André even afbreekt. Dat zei ik net, hè? Ja. Die vergadering. Maar wie was die vergadering of was hij voorzitter? Of was hij voorzitter? Kobi was voorzitter. Maar hoe hield je dat dan in orde? Joel, vertel eens. Want dat lachje van je, dat doet me vermoeden. Ja, nou ja. Dan moest het gestopt worden op een gegeven moment. En dan moesten we het weer eens ergens over hebben. En dat duurde dan een half uurtje. En dan hadden we het inderdaad over een ander onderwerp. Maar Kobi koos altijd vrij duidelijke woorden om het stil te leggen. Ja. Zoals? Kobi. Ja, dat weet ik niet meer. Maar. En die grote buiten. Ja. Ik denk dat ik er wel zei dat het op moest houden. Ja. Dan. Klaar moest wezen. Zoiets. Iets duidelijker, Bert. Ja, dat gaan we dan hier niet herhalen. Nee, dat gaan we niet herhalen. Maar blijkbaar waren er wel eens onbeschaafde termen nodig om de beschaving te redden. Ja.
Is eruit. En wat doe je op dit moment? Wat is je werk? Ik ben directeur-bestuurder van verpleeg- en verzorgingshuizen. Maar dan heb je wel heel veel gemak, zou ik maar zeggen, van de opgedane kennis. Enorm. Enorm. Ja, dat is een boost in mijn carrière geweest. Ja, eigenlijk is dat het fundament. Ja, daarvoor was ik directeur van een welzijnsorganisatie. Oh, daar zal ook wel flink prijs geweest zijn. Ja, ik denk dat het organiseren er altijd wel een beetje in zat. En ik heb daar uiteraard ook vanuit die ervaring ook weer wat dingen meegenomen. Uiteraard. Maar zo ja. Alles wat je hier... Joel, ja. Het woord liftstop komt nog ergens op mijn briefje voor. Wat is dat? De liftflop borstel. Ja, maar dat staat toch los van de klomp eigenlijk, of nee, niet? Nee, het staat niet los van de klomp. Eigenlijk was, help me even, Wim. Ja, dat kwam eigenlijk in een vergadering terug. De meesten hadden een poeg of een tomos. Dat was zo in die tijd, hè? Ja, natuurlijk van die bron. Ja, zo'n beetje. En de busdiensten tussen Zerenhoek en Goes, over Zand en Goes, waren heel slecht. Dus het idee werd eigenlijk geopperd, kunnen we daar om iets mee liften. Doen? En ik lift wel. Liften. Dus ik lift gewoon altijd al. Toen zijn we naar de Rabobank gestapt. Van, willen jullie een bijdrage leveren aan dit project? En die hebben voor 1500 gulden bordjes betaald. En ieder 1500 gulden? Gulden, ja. Ja, gulden. Ja, dat is best veel. En die zijn overal geplaatst in alle dorpen in Zuid-Beveland. Ja. En toen hebben we Toon Martens, daar kwamen we ook. Gemeente Borselen, hè? Gemeente Borselen. Ja, gemeente Borselen. Toen hebben we Toon Martens gebeld van, je hebt de Rolls Royce. Dat had hij gekocht van Henk Elsing. Mogen we die gebruiken voor de opening? En we hadden natuurlijk wat politieke contacten. Dus ook de burgemeester die werd benaderd. En die voelde zich eigenlijk heel wat. Ik mag in die Rolls Royce van Henk Elsing zitten. En die heeft de opening verricht van liftstop. En zover ik weet zijn er ooit 10... Misschien 15 mensen. Ja, misschien 15 mensen. Hebben daar gebruik van gemaakt en meer niet. 100 gulden per ritje eigenlijk. Dood. Ja, dat is de 1500 euro van de Rabo, 1500 gulden van de Rabobank. Ja. 15 ritjes. Ja. En ga je beter een taxi nemen. Die kon liften zonder dat bordje. Ja. En toen bleek ook, dat is helemaal niet nodig. Dat is helemaal niet nodig. Nee. En waar ging je dan naartoe? Want je ging daar naar school. Ja, ik was altijd wel de jongste van allemaal, hoor. Toch maar net dat idee heb ik. Ja, nou, dan gaan we ook even aan. Hoe oud ben jij nu? Nu? 49. Dat is een beetje een hier, Wim. Bijna 57. Dus dan was je jonger? 54. 54? 53. Ja, dus dan was jij de jongste. Dat klopt, maar ik vind de verhoudingen heb ik wel, zijn niet zo ernstig, hoor. Nee. En, goed gekomen. Ja, want jullie hebben het ook allemaal wel je partner gevonden, zou ik maar zeggen, je levensgezel in de klomp. Of je bent getrouwd met ook een klompgast? Rudy Balster, ja. Ja, precies. En Joel? Daar wil ik het niet over hebben. Dat mag. Nou, ik heb aanvankelijk heb ik wel een verkering gekregen met iemand. En die kwam dan vaak, of die ging dan mee naar de SOS. Maar ik heb nu, ben nu getrouwd met iemand die nooit op de SOS is geweest. Jouw partner? Ook niet. Nee, zo had geen dat ik mee. Nee. Nou ja, het is wel leuk, want soms dan ontstaan er juist eigenlijk zulke kostbare, leuke dingen in zo'n SOS die de rest van je leven dus ook meeneemt. En het is natuurlijk ook met de verhoudering. Wat zijn er nou nog dingen die jullie echt uit die tijd... Ja, want het is voor mij best moeilijk om zo ver terug te gaan in de klomp. Ik bedoel, ik over Zanden zag het toen heel anders uit. Dit gebouw was nog niet... Het hebben jullie nooit meegemaakt. In maar ik wil er wel even wat over zeggen. Want het is zo van dat er wordt veel gepraat over organiseren van dingen en zo. Maar het was eigenlijk niet mijn drijfveer om naar de SOS toe te komen. Vanwege de vanwege de activiteiten. Maar waarom ben je dan toch? Nou, ik had gewoon behoefte aan een huiskamersfeertje en wat babbelen. Opvang. En opvang. Een opvang, ja, nou precies. Ja, maar wat bedoel je daarmee? Opvang van wat? Ja, gewoon bij alles waar je mee bezig bent. Van kletsen met andere mensen. En, je worstelde met allerlei problemen en daar kon je gewoon thuis niet over praten. Nou, je maakt het gelijk zo heavy, weet je wel. Van, ja, nou nee, ik zocht gewoon een adresje waar ik mezelf fijn voelde. Ja, en misschien dat ik dat thuis niet had. Het was ook heel simpel, André, in het begin. We dronken toepeladenmelk. Wat? Toepeladenmelk. Ja, we gingen toepen, hè? We gingen toepen, dat was toepeladenmelk. Toepeladenmelk, ja. Iets met toepen, zeg maar. We hadden een klein barkje, hadden we over vergaderd ook. Kostte 15 gulden die plank, dat ben ik nooit vergeten. Het ging over vergaderen, dus het was heel simpel in het begin ook. En je moest verf kopen, want in het begin was er helemaal niets. En er was ook geen geld voor, dus ik heb thuis, mijn zus zit er ook, je weet dat niet, maar ik heb in de kast gekeken thuis en gewoon 6 potten verf meegejat thuis.
En, maar zo begon je met elkaar dingen te doen. Ja. En die iedereen gezelligheid, die sfeer, dat hangen rond die kachel, zit op de kussens, was voor heel veel mensen heel belangrijk, denk ik. Je eigen plek hebben. Ja. En ik vond het vervelend dat er zo af en toe activiteiten waren, maar bij zijn. Ja, dan was ik mijn huis kwijt. Dan was ik mijn huis kwijt. Ja, had dat. Ja, en vandaar dat ik. Ja, ik had daar een totaal andere drijfveer. Want dan hadden we het over vergaderen. Kobi die zei wat over vergaderen. En dat niet zo liep. Nou, ik kwam daar voor de gezelligheid. En ik had niet zoiets van. Goh, we moeten iets constructiefs gaan doen, zo nodig. Dat zei ik net, hè? Ja, dat was altijd even de spanning. Ja. 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 Dat geeft verder niet. Het is allemaal goed gekomen. Dat viel mij op in het vorige rondje. In het gesprek zo van allerlei dingen organiseren voor de jongeren. Maar het was gewoon dingen organiseren voor onszelf. En dan mochten anderen van mee profiteren. Of tenminste, zo heb ik het gevoeld. Ja. Dat je dingen organiseert met z'n allen en dat daar mensen bij komen, prima. Dat is hartstikke leuk. Met verjaardagen, hè. Het was een Amerikaans feest, dus je moest wat meenemen. Ja. Mijn vader had bloemkolen en worteltjes, dus ja, je snapt hem wel. Maar en de ene nam wijn mee, de andere wat anders. Het waren feesten, verjaardagen die gevierd werden. Zo klein begon het allemaal. En wat nam jij dan mee? Ik zou het bij God niet weten. Maar André, je had een café thuis, dus ik weet al wat jij meenam. Nou, het zal wel bier zijn geweest. Ik kan me heel weinig van die feesten herinneren die Wim zei. Maar ik vond het gewoon echt wel, ja, waarschijnlijk wel. Ja, wat hersencellen die niet meer functioneren. Maar ja, ik vond het leukst om gewoon met elkaar te zijn. En ik kleine anekdote. Ik heb het even met Kobi nog besproken. Volgens mij was dat op vrijdagavond na de volleybal. Dat dames plaswedstrijden deden. Wat? Ja, maar het kan zijn dat mijn fantasie is geweest. Maar, of dat, nee. Dat ik helemaal te ver weg was. Maar ondertussen dat ik. Laatste. Wist Kobi daar nog iets van? Nee, kan me dat niet herinneren. De dames hielden een plaswedstrijd. Dat is helemaal niet waar. Nee, ze hadden ogen niet dicht te doen om het te. Nou, dan heb ik gehallucineerd waarschijnlijk. Dat zal het zijn. Maar het is nou wel een natte droom geweest. Nou, waarschijnlijk. Wauw. Maar kan je dat nog herinneren? Nee, helemaal niks. Nee, maar ik bedoel, of ik zie nu aan je oogjes dat je twijfelt, zak het op. Nee, dat herken ik helemaal niet. Weet jij er wat van, Corrie? Wat ik wel herken, Bert, we hadden ook een keuken daar, ja. Achter in het gebouw. De keuken. Ja. En er werd af en toe ook gekookt. Ja. Behalve op oudjaar. Want dan werden die pannen gevuld met vuurwerk. Ja, ja, ja. En dan was het de kunst, wie kon het langste pan vasthouden? Dat was Peter en mijn altijd. Ja. Maar dat was dus, en dat lag te fikken en te knallen. Dan deden we zoveel mogelijk vuurwerk levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. En dan liepen we naar buiten, niet om te strieken, maar om het vuurwerk te laten horen. En dan was die pan vast en dan stond hij zo te trillen. En Peter die kon dat waanzinnig goed. Ja. Ja. Waas, echt, dat geloof je toch kunnen niet? Ja. 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 Maar dat deden we op trefpunt zelf ook. Want ook. Ik weet nog wel dat hij het raam open deed en dat het ook met dat pannetje naar buiten ging. Dat is meestal goed afgelopen, Bert, behalve één keer niet gezond bij Peter. Kwaad, toch? Gezond kattenkwaad. Even terugkijkend op jullie op die periode. Hoe hebben jullie het gehad in de klomp? Zomaar even naar Kobi. Wat is je beste... Ja, leuk. Gewoon, ik heb er leuke herinneringen aan. Leuke jeugd gehad. Ja. Ik heb een leuke herinnering aan gehad toen we nog op het gemeentehuis zaten. Daarna, ik ben toch nog meegegaan in het nieuwe gebouw. Ik heb me in het nieuwe gebouw eigenlijk nooit echt thuis gevoeld. Het oude was het beste. Ja, de huiskamersfeer was weg. Ja. Ja. Nou ja, dat herken ik ook wel. Omdat dan de verandering kwam en dat ik vanaf dat moment afgebouwd heb, denk ik. Ja. Wim, het laatste woord voor jou. Nou, het heeft me vooral heel veel mogelijkheden gegeven. Spijbelen, je eigen plekje. Ik heb wat dingen van André geleerd ook. Ja. Ik heb mevrouw Remijn goed leren kennen, zeg maar. Maar nee, vooral je eigen ontwikkeling is heel belangrijk. Je hebt contacten gelegd, contacten met de gemeente, contacten extern. En daar heb je gewoon heel veel van geleerd, denk ik. Ja. Dus het heeft mij wel gevormd. Dank jullie wel. Ja.